Ik sta hier bij het monument in Wezep. Straks komt de Oranje School en die gaat het monument de overdracht doen naar de Goede Herderschool. Het project is al vanaf 1990 en in 1991 overgenomen door de basisschoolkinderen in Wezep. Meestal rond de bevrijdingstijd van de gemeente Oldebroek op 17 april 1945. Ja, ik ga regelmatig naar de maar ik spreek hem ook regelmatig. We staan hier bij het monument, hier in Wezep, omdat we, zoals dat langzamerhand een traditie is, een gewoonte, zorg voor dat monument van de ene naar de andere school overdragen. In 1990, een hele tijd na de oorlog, is hier het monument geplaatst. Door mensen die zeiden, dat moeten we ook in Wezep doen. Herdenken wat er is gebeurd. Mensen herdenken die hun leven hebben gegeven in oorlogstijd. Vanaf een jaar later, in 1991, is de adoptie van het monument gestart. Toevallig. Door de Oranje School, die er nu ook bij is. En daarna is dat elk jaar overgedragen naar een andere school. Jullie welkom, kinderen. Maar ook anderen aanwezig. Burgemeester van Oldebroek, meneer Hogedoorn. Oud-strijders die er ook zijn. Leerkrachten, directeur en mensen van het Oranje Comité, een andere belangstelling. Fijn dat u er ook.
Ik sta hier met een aantal kinderen. Wat voor school is dit? De Goede Herderschool. De Goede Herderschool. En wie hebben de bloemen neergelegd? Wij twee. Wat is jouw naam? Brian. Brian. En jouw naam? Mark. En weet je ook waarom jullie die bloemen hebben neergelegd? Ja, voor het herdenken van voor de oorlog. Voor de oorlog, hè? Ja. En wist jij dat ook? Ja. Ja. En weet je hoe lang is die geleden is, ongeveer de oorlog? 69 jaar geleden. Ja, helemaal goed. Ja, morgen precies 69 jaar geleden dat Oldebroek werd bevrijd. Hé, hey, en als jullie daar staan, hè, ben ik wel heel nieuwsgierig. Wat denken jullie dan? Mag ik dat ook aan iemand anders vragen? Ja? Nou, gewoon aan de mensen die voor ons hebben gevochten en dat we daar heel dankbaar voor mogen zijn. Ja, maar dankzij die mensen kunnen wij hier gewoon fijne vrijheid leven. Hè? En dan gaan jullie nog wat doen op school. Wat gaan jullie precies doen? Wie wil dat vertellen? Ja? Nou, we gaan... Even staan. Hoe is jouw naam? Patrick. Patrick. Nou, we gaan zo nog zo'n klein monument voor in de klas. Die wordt zo nog van de Oranje School naar de Goede Herderschool overgedragen. Ja, en dan de rest van de dag? Niet veel bijzonders. Nee, nou, dit is wel bijzonder zat, hè? Ja. Nou, fijn dat jullie even wilden spreken met de loco. En een hele fijne dag. Die houden straks op. Oh, ja. Hoop dat ze hem laten gaan. Ja. Het was...